Hey. Goedenavond iedereen. Welkom bij een nieuwe livestream. Zoals jullie zien ben ik geen Sander. Ik ben Robin. Ik ben de leuke lieve vriendin van Sander. Jullie kennen hem allemaal. Ik ga vandaag weer even verder met Furnace Master waar we gisteren aan begonnen waren. Voor de mensen die erbij waren, alles gaat oké met Sander. Sander is wel een beetje overstressed voor het deadline die hij heeft wat betreft Elgato. En dat hij niet zeg maar de apparatuur heeft om er de goede content van te maken die hij wil. En hij kan er niet zo goed van slapen en daardoor is het gisteren een beetje raar gegaan eigenlijk. Maar alles oké, hij leeft nog gelukkig. Hij is gewoon heel erg vermoeid, wat ik ook wel begrijp. Robin 1611, ja, voor vandaag even wel. Nou ja, niet alleen voor vandaag, want ik ben natuurlijk altijd zijn vriendin. Maar ja, goedenavond iedereen. Leuk dat jullie er weer zijn. Zoals jullie weten heb ik gisteren de tutorial gedaan in de game. En ben ik begonnen aan het maken van een keuken. Nou ja, wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we verder met de keuken waar ik gisteren mee bezig was. We gaan weer pimpen. We gaan kastjes andere kleur geven. Ik ga de microfoon verzetten, want ik merk dat ik er niet lekker van kan zitten. Dat gaan we ook even doen. En ja, we gaan gewoon lekker verder waar we zijn gebleven. Gewoon lekker chill. Lekker huisjes pimpen. Lekker huisjes verven, muurtjes verven, meubels verven. Het kan allemaal. Dus ik hoop dat jullie ermee akkoord gaan dat ik er ben vandaag. En zo niet, dan niet. Ik ga nergens naartoe, dus dan heb je pech. We gaan gewoon weer lekker verder met de story mode. Ik neem jullie even mee naar de game. Ho! Oh. Met een gekke transitions, maar we zijn er. Ik zal Spotify weer even uitzetten. Ik hoop dat het gamegeluid niet te hard is, ook. Anders gewoon zeggen, als het geluid überhaupt raar is. Oh, ik moet helemaal opnieuw beginnen met mijn keuken. Nou ja, oké. Okay. Ze heeft decided to do a little kitchen overhaul. Nou ja, en of ik dat kan fixen. Kan ik dat fixen? Ben ik Bob de Bouwer? Nee, maar ik ben wel Robin de Bouwer. Dus we gaan gewoon lekker weer fixen. Ik moet 47 objects plaatsen in deze mooie ruimte. Wat de keuken wordt. Wanneer komt die weer? Tja, wanneer de tijd rijp is. Nee, als het goed is, is hij er morgen weer. En anders overmorgen. Hij komt snel genoeg weer. Het gaat oké. Okay. Wat nou als ik... De vorige keer, gisteren, had ik de eettafel bij het raam geplaatst. En had ik de keuken tegen deze wand gedaan. Maar wat nou als ik de keuken gewoon hier in de hoek doe? Hoe zou dat zijn? Wel kwam ik, of stuitte ik op een klein probleempje waar ik de kastjes wilde verven, maar die nam alleen maar de bovenkant van het kastje mee. En niet ook de keukentjes, zeg maar. Dus hoe dat werkt, Joost mag het weten. Ik weet ook niet wie Joost is, maar hij mag het wel weten. Kijk, wat nou als ik zoiets doe? Is dat niet leuk? Nog steeds zonder afzuigkap? Rob de Bouwer, ja. Rob de Bouwer... Kunnen wij het maken? En als ik hem nou zo doe, is dat een beetje leuk. Dan houden we wel de ruimte van de keuken. Ik denk dat dat wel oké is. Stoelen staan alleen natuurlijk weer vreselijk scheef van elkaar. Nou, Toeheem, ga even eronder. Staat hij hier? Ja, nice. Zit je wel een beetje ver uit elkaar van elkaar, maar ik heb nog twee tafels. Stoelen, heten die dingen. Hoppatee.
Die erbij. Hebben jullie allemaal een leuke dag gehad vandaag? Hebben jullie nog wat leuks gedaan? Of was het een lekkere rustige dag? Zijn jullie naar school geweest of naar werk? Of waar dan ook? Zijn jullie ergens geweest? Je mooi schilderijtje. We houden ervan. We houden ervan. Is dit een grote plant? Oh. Ja, kijk. Ik stuit nu alweer op een probleem. Holy shit! Martje! Spooky familie, Sander Beterschap en Robin, dankjewel. Dankjewel voor de 35 euro. Hij zegt Spooky fam, Sander Beterschap en Robin, dankjewel. Liever Beterschap. Ja, nee, jij bedankt. Moet je mij niet voor bedanken? Dankjewel, dat wordt heel erg gewaardeerd. Wat lief. Dat vind ik echt heel lief. Ik, ja, ik waardeer het heel erg. Rob de Bouwer, nou mijn vader heet Robert. Och, dat meen je niet. Dankjewel dat je er bent. Nou, dat vind ik lief. Ik doe mijn best. Ik doe altijd mijn best ook om te helpen waar ik kan. En hij werkt in een bouwmarkt. Nou, als dat geen dream job is, dan weet ik het ook niet meer. Ik wil eigenlijk even deze plaatsen voor het raam, maar for some reason mag hij niet lager. Dat vind ik wel een beetje vervelend. Maar, hè, maakt niet uit. Hoppatee. Even koekloeren. Ik moet proberen om deze laag te plaatsen op de muur. Maar het kan niet. Het kan niet. Horen jullie ook de game muziek of is het gewoon doodstil en zit ik hier gewoon een beetje in silence? The sound of silence. Nou, doe nou even. Ga nou gewoon even. Bijna. Zo? Ik weet niet zo goed wat hier gebeurt. Maar sure. Ik ga ze in ieder geval even een mooie kleur verven. Oké. Okay. Oh. Kijk, nu begrijp ik waarschijnlijk waarom de kastjes niet. Ik hoor wel dat je wat pakt en plaatst. Oké, okay, dan ga ik zo meteen even nadat ik de keuken heb gepimpt, ga ik wel even koekeloeren hoe en wat. Muziek is wat minder. Wil je muziek? Kan. Ho! Gordijn op de grond. Ik krijg hem er niet op. Oh, dan staat hij op de tafel. Dat is ook mooi. Dat is ook kunst. Ja, oké. Dit is natuurlijk weer ja, een lijn 90 graden. Het is goed met je 90 graden. Ga gewoon op de muur. Hoe moeilijk is het? Ach, nou, dan maar zo hoor. Ik denk wel dat het nou een beetje dan vervelend is. Als je dan gaat eten en je hebt constant het gordijn in je mik. Maar after all, het is niet mijn keuken. Hij wil ook niet precies in het midden. Dus ook daar kan ik mij een beetje aan irriteren. Dat gordijn is best sterk, want hij staat op tafel. Ja, hij wilde niet van tafel af. Ik snap het niet. Een beetje gehecht aan de tafel, denk ik. Kijk, als ik deze nou hier plaats. Hè? Kijk, dat ziet er wel een beetje puik uit, vind ik. Zeer puik eigenlijk.
Maar ja, het probleem nu, dus waar ik op stuit, is... Ik heb een joekel. Maar ook echt een joekel van een koelkast. Waar plaats ik die? Of... Normaal ligt het op tafel, net stond het erop. Ja, ik weet niet wat er gebeurt hier, maar... Kijk, ik kan ook die koelkast hier tussen plaatsen. Word je niet heel blij van. Dan heb je gewoon een koelkast daar. Kijk, als deze hier nou gewoon weer even... Ik snap het niet zo goed hoe dit... Kijk, nou zit hij voor de helft in de muur. Ik snap niet zo goed hoe die dit... Toe even. Dan pak ik weer een stomme laadje vast. Oké. Opnieuw. Zo. Zo. Ja, oké, dat is beter. Laten we dan gewoon de koelkast maar hier... Nee, want wacht even. De ingang die zit daar. Kan ik niet gewoon die koelkast hier neerzetten? Moet je wel helemaal daarheen lopen? Nee, dat wordt hem ook niet, hè? Waar zouden jullie de koelkast plaatsen, jongens? Gewoon in het midden van deze muur? Koelkast kan ook aan de andere kant van de kamer. Ja, hij kan ook hier. Gewoon in het midden. Is ook een optie. Zet ik hem gewoon een stukje dichterbij, zo. Zoiets. Ja, in het midden. Ja, hè? Dat dacht ik ook. En dan heb ik ook nog allemaal lampjes. En daarmee kan ik hem snappen. Of een hoekkeuken. Ja, maar kijk, als ik nou de koelkast hier neerzet, kan je alweer niet bij die kastjes. Dus dat is alweer een dingetje. Dat is niet helemaal in de weg. En het is dichtbij. Ja, dat is wel redelijk efficiënt, hè? Nou, dan doe ik gewoon her en der even wat leuke lampjes. Die je nou ineens moeilijk doen. En net niet. Sure. Ik vind het goed. Gewoon. Heb ik dan ook zo'n dikke hanglamp of zo? Past die hier? Ach ja. Weet je, het zijn ook maar lampjes. In de Sims worden die dingen ook altijd her en der neergezet. Dus kijk, en dan heb ik hier zo'n leuk hoekie waar dan die trash bin wel kan staan. Maar dan moet ik eerst die grid snapping weer lager zetten. Of uitzetten. Of whatever. Oké, daar gewoon casual prullenbakkie. Ik heb niet eens een sink. Dus hoe ik dat moet doen. Ja, precies. No clue. Maar weet je, we maken er wel gewoon wat van. Ik zet gewoon een mooi koffieapparaatje hier neer. Kan ik lekker een bakje koffie drinken in de ochtend. De microwave, die kan mooi in zo'n kassie. Of hij kan bovenop de... Nee, dat kan ik... Ik zelf als klein persoon kan daar niet zo goed bij. Kijk eens. En de koken was ik ook af, maar nu is dat er blijkbaar niet. Oh. Wat is dit? Een kettle. Waarom zit ik nou weer verkeerd op de toetsen te drukken of zo? Kijk, als we nou gewoon die kettle hier gewoon al meteen neerzetten, dan zitten we daar ook niet mee. Maar het leuke is, kijk, je kan dus ook de koelkast open doen. En nou kan ik dus gewoon mijn melk, tada, in de koelkast neerzetten. Net als deze mooie bottle. Zie, die kan gewoon hier, pim, in de koelkast. Oh, op het randje. Dat is wel redelijk gevaarlijk. Laten we dat niet doen. Gewoon hier zo. Mooi. Daar heb ik een mooie messenset. Die kan mooi hier in de hoek. Half door de muur. En de mokken kunnen mooi in de kast. Ja, maar in welke kast? Zou je die dan gewoon in zo'n bovenkastje doen? Of zou je ze gewoon ergens... Kijk, ik zie een mooie fruitschaal. Oh, ik heb ook rozen. Maar die kunnen er wel naast. En napkins. Ik plaats gewoon alles op tafel. Waarom ook niet? Ik heb ze in de bovenkast. Ja, dat is wel een handige. Wat is dit? Sausbox. Snacks. Soda's. Kijk, ik heb ook nog een toaster. Die toaster, die kan wel... Als ik hier in kan...
Mr. Toaster. Mag de toaster niet pakken. Oh, nu wel. Denk ik. Oh, hoi joh. Hoppatee, kijk eens. Mooi netjes weggewerkt. Pannen en potten heb ik ook. Ik heb ook de sugarbox. Die ik ook niet mag pakken. For some reason. Die snacks kunnen in de verste rechtse kast. Verste rechtse kast. Dat is heel veel asjes en dingetjes. Maar ik wil graag die sugarbox, maar die mag ik niet pakken. Ik mag ineens helemaal niks meer pakken. Niet zo raar. Gek spel. Wat gebeurt hier? Waarom mag ik... Nou ja. Ik heb hier wat mokjes. Pakjes, pannetjes. Oh, die moeten eigenlijk boven het koffieapparaat natuurlijk. Voor betere efficiëntie. Laten we dat maar doen. Mag ze ook die ineens even niet draaien. Laat de koelkast... Ja, hij is nog niet aangesloten. Dus ik verlies nog geen heat. Maar ik doe mijn best. En dan mag ik dat vervelende kopje weer niet draaien. Hup, naast elkaar. Erko. Nou, dat zeker. Ik heb ook een peperrol. Waarom? Heb ik daar ook een houder voor? Of zo? Heat in de koelkast. Kan ik deze ook draaien dan? Ik meende dat ik die op andere manieren kon draaien, maar... Ach, nou ja, dan ga je daar maar hoor. Kijk, ik heb een mooie jar met proteïnepoeder en zo. En ik heb nog een jar. En dan heb ik ook nog potten. Pannen en potten. Ik zal deze wel even dicht doen voor jullie. Kijk, zo. Oh, zo. En deze. Nou, daar kom ik nog wel terug. Zo, dat is een beste pot. Nou ja, als het past, dan past het, hè? Een mooie sugar. Die kan wel op het aanrecht. Toch raar geen sink. Ja, ik ben dan wel benieuwd wat ze doen. Zonder sink. Waar doen ze hun afwas? Kijk, hier doe ik dan de snacks. En ik heb nog een salt grinder. Die kan wel hier bij de potten. Toen ben ik aan het koken, maar ja, ik heb geen kastje boven mijn ding. Boven mijn stoof, dus ja. Oh, de snacks komen door de kast. Dan even wat dieper. Kijk, dat is beter. Die dicht. In de wasmachine afwassen. Ja, papieren borden, dat zou inderdaad ook kunnen. Papieren borden is ook wel een... Dat heb ik wel gedaan toen ik net op mezelf woonde. Toen ik nog geen servies en zo had. Gebruikte ik gewoon van die papieren bordjes en schaaltjes en zo. Eerst. Doe gewoon de sausding daar. En doe even wat blikjes in de koelkast. Ik weet nog niet of hij daar echt in staat of... Ja, niet echt, hè. Toch ga er even... Ja, kijk eens. Gewoon er zo mooi. Ze zijn al open. Oh, wat heb ik hier nou in gedaan dan? Oh, ik dacht ik doe de sausbox in de koelkast. Nee. Je bent nog niet klaar. Och, verhip. Ik heb het al ingeleverd. Thank you very much, maar de cutlery staat nog op de grond. Goedenavond, Mikado. Nou ja, feel free to reach out als ze nog meer werk voor me heeft. Sure, I definitely will. Oh, kijk, ik mag nog verder. Oh.
dan is er niks aan de hand. Want deze kleuren en zo, dat ziet er natuurlijk niet uit. Het moet nog wel even aangepast worden. We kiezen voor mooie bruine stoeltjes. Of gaan we gewoon voor mooi zwart? Zwart is ook wel mooi, hè? En als we nou zwart doen met een mooie... mooie groene kleur of zo. Lol. Ik ging ook vaak Chinees eten, dus had ik witte doosjes. Oh ja, ja, dat is ook inderdaad een goeie. Oh, nou heb ik hem gemixt met de vloer. Dat is ook niet echt. Sorry, maar wat ben ik nou aan het painten? Ik ben even helemaal Harry in de Warrie. Wanneer ben ik in het rode spectrum? Oh nee, kijk. Oh nee, die had ik zwart. Ik snap er echt de ballen van. Change material. Gewoon paint. Gewoon standaard paint. En dan gaan we weer terug. En dan doen we zwart, zwart-wit. Zwart-wit leuk. Of doen we zwart-grijs. Zwart-grijs. Zwart-wit. Zwart-grijs. Laten we gewoon zwart-grijs doen. Ja, dat ziet er goed uit, zwart-wit. Oké, wel zwart-wit. Zwart-wit. Dan moet deze ook even op wit. Is deze nou wel wit? Of heb ik deze nou weer een andere kleur gegeven? Nee, is wel wit. Maar het lijkt minder wit dan dat wit is. Oh, die. Dat is wit. Sorry hoor. Oh. Ik ben aan het leren. En ik kom er wel. Duurt alleen even. Wit. Ja, schaduw inderdaad. Maar ik had blijkbaar ook helemaal geen wit geselecteerd. Kijk, zwart-wit. Mooi. En dan doen we de tafel. Wat is nou echt een mooie kleur? Ik vind van dat... Kijk, wat nou als we hier het materiaal gaan changen? En dat doen we wel naar hout. Maar... Of hebben ze... Oh nee, we hebben nog niet echt... Oh kijk, dat is ook leuk. Gewoon een Canada-tafel. Metal. Metal. Gewoon dikke carbon fiber. Dat is ook mooi. Textiel. Tegels. Images. Oh, wauw. Kijk, dan kun je mooie donuts. Of mooie UFO's. The Nightman. Wauw. Past alleen allemaal net niet op tafel. Wallpapers, concrete... Nou, deze dan. Als we nou deze doen. En die geven we een mooi donker kleurtje. En dan de poten zwart. Of de poten ook bruin. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Laten we de poten ook gewoon bruin doen. Dat ziet er wel casual uit. Dan gaan we beginnen aan de keukenkastjes. Want... Willen wij een zwarte keuken? Zwarte keuken is wel cool. Handvat doen we dan wit? Oh, handvat doen we ineens toch zwart? Rood? Ik ben altijd wel een fan van zwarte keukens. Ik vind dat er wel mooi uitzien. Wat was er gisteren met onze grote vriend? Onze grote vriend is heel vermoeid. Die heeft een beetje... stress, een beetje overspannen. Maar hier is oké. Gewoon veel deadlines die gedaan of gehaald moeten worden. Daarbij komt benodigde vermoeidheid kijken en niet heel goed kunnen slapen. Want hij
We doen een review voor een capture card. En daar wilde die superleuke beelden van schieten. Maar dat... daar hadden we een andere lens voor nodig, voor de camera. En dat lukt niet. Hey, oh, waar ben ik? Waar... Was het gisteren nog allemaal goed gekomen? Ja, uiteindelijk wel hoor. Uiteindelijk wel. Hij neemt nu ook even een lekker rustmomentje. Och. Ik druk alweer te snel. Ik zie iets knipperen en... Het is weg. Nou ja, oké, dat was mijn keuken. Ik heb mijn... ik heb mijn geld al gekregen. Oh. Nee, wat doe jij? Ja, sorry. Ik... afgeleid. Ik ben niet zo goed in multitasken, sorry. I tried my best. Maar kijk, wat we wel even kunnen doen. Ja, wat een keuken, joh. Zwarte kastjes en bruin en alles wit en rare kleuren. Nee, we kunnen wel even kijken naar mijn slaapkamer. Want dit is mijn slaapkamer. En ik kan nu dus wat dingetjes kopen. Dat is best leuk. Ik heb furniture. Sorry dat ik hier weer over begin hoor, maar ik vond het zielig om te zien. Je mag altijd vragen hoe het met hem gaat. Dat mag altijd. Wordt gewaardeerd ook. Koken is multitasken. Ja, nee, ik was gewoon leuk aan het verven en zo. En ja, kan jij koken? Oh ja, ik kan heel goed koken hoor. Maar dan ben ik alsnog met één ding bezig, zeg maar. Eén main ding. Maar ik heb voor nu, ik heb eigenlijk helemaal geen inspiratie om nu met mijn eigen kamer bezig te gaan. En volgens mij had ik gezegd dat ik even zou checken bij het geluid, bij de muziek van de game. Wat ik alweer was vergeten. Kijk, doen we de muziek gewoon eventjes ietsjes harder. Kijk, weet je wat, ik kan verder met de story. Maar ik kan ook gewoon gaan sandboxen. Ik snij en laat de pan aan tegelijk. Oh ja, ik ook hoor. Maar dan alsnog ben je bezig met koken in het algemeen. Wacht, wat is hier gebeurd? Wat is gebeurd in de schuur? Hey, remember I told you that someday I'm going to open my own business? Hello. Not really. Well, was it... God, wil je niet zo snel praten? It was a long time ago. Anyway, it... Oké, hij is uitgepraat. Ik start de app op, kies eten en bestel. Ja, dat is ook een hele goede manier van koken inderdaad. It was a long time ago. Anyway, it happened. I bought a little store downtown. I never thought it would be so soon. Whoa, that is great. How did you find the money? It must be expensive. Well, the owner closed it a while ago, but recently I had to sell it very quickly for some reason. So I took out a loan and I bought it at with a very good discount. My parents also helped me with a bit of money. I'm very excited to get back to work. Congratulations. But let me guess. You want me to help you clean it up? Well, I'm not going to insist, but I would be very thankful. Okay, now. Gaan we maar even helpen met opruimen. Want ook dat hoort bij het leven. Cleanie, cleanie. Hier mooi kastjes op zijn plek. Oh, ze staan niet helemaal in sync met elkaar. Excuse you. Zo. Yes, nice. Oké, hij heeft dus een winkel gekocht. Want hij wil een eigen winkel openen, blijkbaar. Heeft hij al een hele tijd geleden heeft hij dat gezegd? Nou, of wij even willen helpen. Nou, dat willen we wel. Maar ik plaats natuurlijk die shelves alweer hartstikke krom en
schuin. Het staat ook niet in het midden van die ramen, waar ik ook best wel slecht op ga. Maar dat is hoe hij het wil, I guess. Nou, laten we dat maar doen dan, hè? Zijn wil is wet. Oh, ho. Oh. De physics van deze game zijn nog niet helemaal superieur. Hij wiebelt en wombelt een beetje heen en weer, zo'n kastje. Of ik doe het fout, hoor. Kan ook. Dat is ook gewoon een optie. Oké, dan ga ik even al deze dingen opruimen. Al het vuilnis weg. Moet natuurlijk wel clean zijn. Lekker alles aan de kant. Ik hoop nou niet dat er allemaal afval... Waarom ligt hier zelfs een donut? Dat er allemaal afval overal onder alle kastjes ligt die ik heb geplaatst. Dat je ineens een verrotte boterham vindt ergens onder. Maar zo te zien. Er is nog één stukje afval. Is dat de radio? Oh, hier. Tada! En wat vinden we dan? De cash register, oftewel de kassa. Love it. En nu moet ik de planken gaan inrichten. Nou, leuk joh, hey. Dit is een koelkast, neem ik aan. Bottles, bottles, bottles. Veel, veel, veel bottles. Plastic bottles, plastic bottle. Maar dat is allemaal zeep. Oil. Milk. Milk moet wel in de koelkast. Dat weet ik toevallig. Moet melk niet in de koelkast? Vind ik ook niet erg. Ik vind alles prima. Ik plaats het wel gewoon. Ja, allemaal alcohol en zo. Kijk, dan doen we die grote, doen we hier aan het uiteinde. Valt er bijna vanaf, maar... Who cares? Het is toch niet mijn winkel. En dan hebben we... Oeh, dat zijn grote jars. Wat moet er dan in de koelkast? Donuts? Ik ben verward. Cereal. Nou, dat moet allemaal bij elkaar. Dit zijn shampoos, dit zijn snacks. En soda can. Kijk, soda kan wel in de koelkast. Als we nou die daarin doen. En we doen deze daar ook gewoon in. Want ja. Maar dan snap ik alsnog niet waarom die melk daar zo raar staat. Maar goed. Oil. Waar plaatsen we oil? Hier. Gaat er doorheen. Ik denk dat ze zo moeten. Nou ja, doen we dat. Kijk, verschillende varianten olie. Wauw. En hier hebben we snacks en zo. Toiletpapier, soda. Soda kan wel weer in de koelkast. Ik zei dat zo Gronings trouwens. Soda. Melk staat hier in de koelkast. Ja. Bij mij ook. Maar de melk is te groot voor de koelkast. Dus hoe moet ik dat dan in de koelkast stoppen? Dit spel ziet er leuk uit, maar kan nog wel veel dingen verbeteren. Ben ik tot nu toe wel met je eens. Maar het kan misschien ook zijn dat ik zelf niet helemaal goed... Dat ik zelf niet helemaal goed ben in het besturen van deze dingen. Maar inderdaad, ik denk... Wel dat het aangepast zou kunnen worden.
ik plaats die dingen nou ook gewoon door de shelf heen, zeg maar. Dat is ook volgens mij niet helemaal hoe het hoort, maar het ziet er wel leuk uit. Hier wat allesreiniger, maar plaats ik gewoon door de shelf heen, want wie doet mij wat? Wat zijn dit? Wow. Nou, ik weet niet wat het is, maar ik zet het wel hieronder neer. Hier heb ik nog meer shampoo. Mooi. En als we nou hier het toiletpapier plaatsen, dan heb je zeg maar schoonmaakmiddelen en zo. En shampoo, dat heb je allemaal bij elkaar. En dan doen we gewoon hier meteen de snacks. Want als mensen binnenkomen en ze zien meteen snacks, is natuurlijk wel waar je oog meteen naartoe gaat. En wat doe je dan als je honger hebt? Denk je, dat neem ik toch even mee in het mandje. Die zit niet lekker. Dat is hetzelfde als dat ze bij een winkel allemaal van dat soort spul bij de kassa neerleggen. Dan denk je van, oh, dat kan ik nog wel even meenemen. Want dat is toch, het is maar één mars. Of het is maar één, whatever je ook maar vindt bij de kassa. Maar van die kleine dingetjes. Daar moeten ze het van hebben. Kijk, hier haal die cereal mooi bij elkaar. Is dat niet satisfying, jongens? Oh, die is een andere grootte. Ja, nee, is niet meer satisfying. Nee. Maar als ik nou die daar neerzet. Zijn deze nog groter? Laat me gaan. En dan zet ik gewoon die donuts, die hier gewoon open en bloot liggen voor iedereen om te pakken, doe ik hier gewoon op de onderste plank. Zo, voilà. Tip 1. Doe geen boodschappen als je honger hebt. Dat is een hele goede tip. Hele goede tip. Ben ik zeker met je eens. Dan, I hope your shop will do great. That is awesome. Thank you. Alsjeblieft, Simon. I have an idea. We could run it together. You have a talent for furnishing and designing things. I believe you can make this... Waarom gaat hij automatisch naar beneden? Ik vind dat wel irritant. I believe you can make this place much more appealing to attract more people here. And I will handle all the financial stuff. What do you think? It won't be very expensive for you. Just a small investment and your skills will make this place very profitable. I don't really know. This is such a tough decision. But I will think about it. Thank you. I understand, but I hope you will make this happen. Wie weet? Wie weet? Ga ik in een winkel werken? Of ga ik dat niet? Mijn stoel die zit ook een beetje vast. Dus dat is Simon gaan doen zonder Nick. Precies. Precies. Your friend offered you to invest in some real estate together. Which sounds like a good way to get some extra money. Every purchased property will earn you money constantly over time. So you could buy more objects and other properties. Oké. Nou ja, ik heb niet echt een keuze. Die winkel zag er saai uit om in te werken. Ja, ook echt. Mij niet bellen daarvoor. Maar ja, ik moet blijkbaar alsnog investen in de shop. Die ik net heb ingericht. Maar nu al leeg is geroofd aan deze kant. Sure. Nou ja, ze verwachten dat ik naar de backroom ga, zo te zien. En dan mag ik de backroom. Hoppa, licht je aan. Goedenavond, hosselaar. De winkel van Sinkel. Even kijken. Ik vind überhaupt dat je gewoon van die kasten naast elkaar moet plaatsen. Kan ik het raam ook verplaatsen? Nee, zie, dat is dan weer jammer. Maar goed. Nou, dan zit je dan. Dan heb je hier je hoe heet het? Je kantine of zo? Sure, mate. Twee verschillende stoelen. Vreselijk. Kantine / opslag. Ja, maar hier hebben we wel een sink. Ik kan veel zeggen. Maar we hebben wel een sink. Daar is de sink. Die staat gewoon in de winkel. Verhip. Maar wat we dus kunnen doen hier is, voor zover ik weet. Kijk, zie, we kunnen de vloer
kunnen we dus bijvoorbeeld gewoon zie een mooie houten vloer in maken. Het maakt al heel veel verschil. Gewoon leuk, leuk vloertje. Maar dan zoiets. Op mijn werk is de keuken, de kantine en mijn werkplaats. Oh, damn. En als we nou de muur... Kijk, we kunnen gewoon... bricks kunnen we doen? Oh, ben ik nog steeds bezig met de vloer. Laten we dat niet doen. Die. Doe deze. Maar dan in het... grijs. Dat vind ik wel mooi. Maar wat doen we op de muur? Willen we een bakstenen muur? Hebben we al, eigenlijk. Is dat classic? Oh, die vind ik te wild. Nee, dan ziet het er weer zo industrieel. Ja, oké, okay, ik hou wel van industrieel. Maar laten we dan deze muur baksteen doen. Maar ik kan deze ook rood maken. Damn. Kan ook... Oh, nee, dan lijkt het net op zo'n... andere kamer. Hier, hoppa. Hebben we ook een Nederlands vlag? Jemen. America. Fuck yeah. We hebben niet eens een Nederlandse vlag. Frans. Furnishland. Vreselijk. Laten we gewoon even kijken bij... Ik meende dat we ook... Ja, hier, wallpaper. Is niet echt mooi. Zijn dit ook talen van de game? Ik denk het. Ik denk dat Furnish Land, dat ook wel een naam is van de game, inderdaad. Kijk, als we dit nou allemaal concrete doen, dat is best cool. Maar kijk, ik heb geld wat ik er automatisch bij krijg, omdat mensen blijkbaar aan het shoppen zijn in mijn lege winkel. Sure. Kijk, als ik nou deze... Kan ik het niet verkopen? Nee, hè? Nou ja, ik weet in ieder geval dat het weggaat, want dit ziet er niet uit. Weg. Weg ermee. Gaan we gewoon even een... gewoon even kijken voor een leuk, simpel tafeltje. Maar dit zijn allemaal bedside tables. Ik wil geen bedside tables. Ik wil... gewoon een table. Table! Gewoon zoiets. Zo'n tafeltje. Kan je in ieder geval gewoon normaal met je collega hier zitten of zo. Mand! En dan gewoon voor deze stoeltjes. Of zijn die niet industrial genoeg? Deze zijn ook wel cool. Ja, daar ga ik voor. Ik ga voor deze stoeltjes. Ze zijn even duur, dus... Nadeel is nou alleen... dat deze tafel die heeft een houten poot... En dat matcht eigenlijk niet echt met mijn stoelen. Blablabla. Dus dat is wel even een dingetje. Eigenlijk had ik dan hiervoor moeten gaan. Kan nog steeds. Als ik deze gewoon ingedrukt hou. En ik gooi hem in de prullenbak. En dan pak ik deze. Ho. Mag ik natuurlijk hier niet neerzetten. Omdat die stoelen alweer helemaal in de war staan. Dus die zweeft nu. Ja. Nou ja. Zoiets. En waarom die sink hier is, keine Ahnung. Het is wel oké. Het ziet er best leuk uit. Gaan we natuurlijk wel meteen weer even. Ojo. Grijs.
grijs. Dat is wel cool. Handen wassen voor het eten. Ja, dat heb je wel nodig, blijkbaar. Als we nou deze... Of die doen we wel zwart. Nee, zwart is zo... Zwart. Wit. Grijs. Doen we gewoon grijs. Krijgen we nou ook mooie kleurtjes? Gebeurt niet zoveel. Speed me donders. We mogen niet in het groen en in het paars. Zwarte krukken, poten. Met een zwarte stoel. Ja, kijk, dat gaat de goede kant op. Zwarte, zwart. Zwart met zwart. Oh, hij is wel groen-paars. Maar ik zit daarvoor. Dus je ziet het wel. Wit-paars is het geworden. Nee, het is wel groen. Zwart is zo zwart. Ja, dankjewel voor de quote. I appreciate it. Nou, even hoor. Vinden we die sink ook allemaal heel erg? Heel vreselijk? Ja, hè? Die gaat gewoon weg. Want wij gaan naar de optie. Shelves. Oh, kijk. Hier krijgen we dan een mooie... Hier kan ik wel een keukentje van maken, zeg maar. Hoppa. 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 Van drie kastjes. Geen... Nou, ga even dicht. Sorry, maar waarom gaat hij nou weer... Oh, ik plaats ze ook allemaal weer niet tegen de muur aan. En nou is die weer... Ik snap niet hoe dat werkt. Doe ik weer zo'n stom laadje open. Hup. Als je die sink soort van in het kastje zet, komt hij er doorheen. Dan heb ik wel eindelijk de sink die we al die jaren al willen. Maar ja, ik krijg in eerste instantie alweer niet dat... kastje op de plek die ik wil. En dan staat die andere kast weer in de weg. Het is wel iets wat je eigenlijk in één keer goed moet doen. Want anders dan... Ja, of ik snap de controls alsnog niet hoor. Dat is ook echt een hele goede optie. Oké, we hebben... shelves. Maar... Ik vind dat zo'n leuk geluidje. Wardrobes, nou ja, daar hoeven we niet mee. Dat plant stand. Ja. Sowieso. Door de muur, let's go. Mag geen plant stand. Ja, mag wel, maar kan hem moeilijk plaatsen. Maar als ik die nou weg doe, hè? Oh, dan krijg ik ook gewoon weer geld terug. Dat is ook wel weer fijn. Kun je deze aan de muur plaatsen? Nope. Deze dan. Deze past hier wel. Daar kunnen planten op. Love dat. Maar hier heb je wardrobes, oké? Hebben we dan ook hier... Dus allemaal kitchen, 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 kitchen. Sure. Dresser, 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 dresser. Cabinets, kitchen cabinets. Oké. Hier hebben we dus niet de... Oh, wacht, dat kan ik hier vinden, zeker. Food and drinks.
tableware. Table. Furniture. Lights. Electronics. Hobby. Music. PC. TV. Nee. Ik ben op zoek naar een koelkast. Of zo. Decor. Mirror storage. Folding screens. Wil je er nu wel werken? Nee. Nog steeds niet. Plumbing. Appliances. Fridge. Stoof. Willen we een stoof? Of is een magnetron genoeg? Kijk, dit is een schattige koelkast. Wat nou als ik die hier gewoon op het aanrecht zet? Waarom ook niet? Cooking. Ze hebben for some reason... Ja, ik kan wel gewoon weer een badkamerstoof kan ik er wel weer neerzetten. Hoe heet deze game? Furnish Master. Furnish Master. Echt, jongen. Mag ik hem gewoon free placen, please? Microwave voor de frikandellenbroodjes. Yes. En. Zie, ik zit nou wel van alles te kopen, maar het geld dat komt toch weer gewoon heel makkelijk binnen. Hier een super deluxe koffiemachine. Dat is ook nodig. Een stoof dan niet, dan gaan we gewoon niet koken. Dan is dat gewoon papauwbroodjes en zo. Goedenavond Robin. Goedenavond F1 Rockboy. Hoe maakt u het? Room. Plumbing. Hebben we een wc nodig? Nee, de wc is vast wel ergens anders, toch? Sinks. Sink. Hoe gaat het met je? Gaat oké. Gaat goed eigenlijk, omdat ik ben bij Sander. Dus dan gaat het eigenlijk altijd goed. En hoe gaat het met jou? Nou, hier hebben we toch nog onze sink, hè? Eindelijk hebben we de sink. Dan gaan we nu op zoek naar... Kijk, ik kan zelfs... Oh, ik kan huisdieren kopen. Voor gratis. Huisdieren gratis. Dat is leuk, maar die stop ik niet in het magazijn van de winkel. Willen we nog een mooie staande lamp? Zo'n mooie industriële... Ja, dat heeft wel wat, hè? Heeft wel wat. Maar dan zou ik hem eigenlijk... aan deze kant plaatsen. Half door de muur heen. Die heeft wel wat. Die uit, die aan. Die uit. Oeh, dat is wel donker. Wat een rare keuken. Ja, nee, dit is geen keuken. Dit is het magazijn van mijn winkel. Onze winkel, zelfs. Decoratie, planten. Yes. Wat gaan we doen voor leuks? Mooie varens. Zo bonky. En je betaalt jouw geld? Ja. Ik krijg gewoon mijn eigen loon, krijg ik gewoon binnen. Op mijn... van mijn winkel. Dat is toch amazing. Nou ja, de winkel van Simon. Die plant is dan het space en de plant werkt ook niet lekker mee. Nee, het werkt allemaal niet zo lekker mee. Nou, dan zetten we een bloempje erop. Nee, we doen we hier mooi. Zo, wacht. Mooie. Of we zetten een vet plantje op de... Dat is geen vet plantje. Nou, mooi.
Dat is wel mooi, hè? Deze heb ik in mijn eigen huis. In het echt. Strelitzia. Dat is wel leuk. Oké. Daar kan ik wel mee werken. Nee, die zijn allemaal zo groot. Waarom zo groot? Oké, dat is beter. Hoppa. Beetje underwhelming, maar sure. Oké. Ik vind het eerst wel goed. Dan gaan we nu even kijken. In de main room. Gaan we even aan de main room werken. Want dat is natuurlijk ook 5 keer niks. Mijn snacks... Oh, dat heb ik ook helemaal niet zo ingericht trouwens. Maar ja. Wat gaan we voor leuke winkel hiervan maken? Gaan we een mooi kleurtje op de achtergrond? Justin, dankjewel voor de gifto op TikTok. I appreciate it. Ik ben volgens mij weer iets heel anders aan het verven inmiddels. Ja, wat is nou een leuke kleur? Wat is nou een leuke kleur? Een mooie groen. Waar is Sander? Sander heeft even een dagje vrij. Ik heb het even overgenomen van hem. Ik weet nou al niet meer welke kleur ik had. Maar dat lijkt er meer op. Maar wordt deze muur gezien als één muur? Dit hele stuk? Of is dat hoekje? Oh, dat is een ander hoekje. Sander heeft een snipperdag genomen. Sander is een beetje oververmoeid. Die heeft even pauze, even rust. Maak er gewoon een groene winkel van, jongens. Maak er gewoon een groene winkel van. Waarom ook niet? Doe eens gek. Gewoon alles groen. Waar is de ingang eigenlijk? Deze winkel heeft geen ingang. Ik dacht dat hier de ingang zat. Maar for some reason hebben we geen ingang. Oké. Maar toch krijg ik geld binnen. Laat ik dan even een mooie ingang plaatsen. Sander heeft een blauwe kaart. Een time-out. Nou. Is wel heel extreem, hè? Zo'n dubbele deur. Kan net zo goed gewoon een enkele deur doen. Passen mensen ook wel doorheen. Maar ja, dan moet het wel even een beetje zo'n winkeldeur zijn. En niet gewoon een huisdeur. Dat is... Gewoon zo'n deurtje. Nee, dat is helemaal geen winkeldeur. Geef mij gewoon een glazen deur. Misschien moet ik ook wel helemaal geen deur plaatsen. Ik plaats gewoon wel geen deur. Dat is gewoon wat ik ga doen. Ik plaats gewoon geen deur. Kunnen ze ook niet. Ja, hoe kom jij trouwens binnen als er geen deur is? Geen idee. No clue. Hide, duplicate. Moeten we de... Kijk, ik kan natuurlijk ook gewoon deze desk kan ik gewoon anders doen. Eerst moet die stoel, die is ook niet mooi, weg ermee. Dit, weg. Weg. Die zetten we wel even op de grond. Weg. Bam. Daar zetten we gewoon een heel mooi bureautje neer of zo. Gewoon zo'n dikke gaming desk. Excusee. Hij kwam binnen door de muur heen. Of zat je opgesloten? Ja, Joost mag het weten. Ik kan door muren heen lopen.
ook niet, dat is het ook echt net niet, hè? Ik kan ook gewoon zo'n desk neerzetten hier. Zoiets. Lekker veilig tegen diefstal en zo. Mensen kunnen er niet bij. En hebben dan ook gewoon zo'n casual krukje. Hebben we. Want dat is natuurlijk... dat hoort wel in de winkel. En die maken we dan gewoon zwart. Een mooi zwart krukje. Dat is wel oké. Okay. Maar ja, ik weet nou dus niet of ze van mij verwachten dat ik de shelves weer helemaal vol ga stokken. Ik bedoel, ik kan het best doen. Je dikke ultra-wide. Ik ben gewoon meteen even automobilista spelen. Weg ermee. Hebben we een flashscreen tv voor aan de muur? Dat is wel cool. Kunnen we daar advertenties op afspelen, zeg maar. Dat is wel oké. Okay. Kunnen mensen mooi koekeloeren. En lichten? Hebben we lichten? Of is... We hebben niet eens lampen, jongens. We hebben gewoon geen lampen. Nou, dan doe ik even deze op, weet ik veel. Wat is nou... Ja. Oh. Plaats de lamp aan de achterkant van de kast. Ja, dan hebben we in ieder geval gewoon dezelfde hoogte. Daar één en dan daar één of zo. En dan hier, waarvan ik dacht dat de deur zat. Maar dat weet ik dus niet zeker meer. En dan kan hij hierheen. Er kan wel net een. Laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon doen. Oké, okay. Lampen. Nice, nice. Ik wil wel een plant. Planten horen gewoon bij het leven, zeg maar. Maar dan moet die weer even... Doe die maar even aan. Och, zet ik hem weer helemaal buiten het huis. Die valt bijna van het bureau af. Beter. En zullen we ook even wat leuks aan de muur hangen dan? Verwarming. Een mooie poster. 30 bij 30, 100 bij 50. 100 bij... Waarom... Wat stom! Dan daar. Dan daar. En een mooie vlag. Nee, dat gaan we niet doen. Weg ermee. Hier heb je nog kunst, fotolijstjes en zo. Maar ja, dat hoeft allemaal niet echt in een winkel, denk ik. Party decor. Hier, geld. Nou, nee. Ik dacht, daar heb je leuke lampjes. Vloerkleed hoeft ook niet. Want het is en blijft een winkel. Maar wat we wel even gaan doen is dan... Oh, maar dit zijn helemaal geen verpakkingen of zo. Nee, dat ga ik ook gewoon niet doen. Ze kopen maar gewoon lekker wat we in huis hebben. Die man die zit al flink dan voor de deur als we naar achter willen. Oh, nou zit hij op het bureau, is ook een optie natuurlijk. Kijk, zo. Beter, beter. Nou... Quitterino. Hebben we nou een deur? Nog steeds niet echt een deur, hè? Misschien moet ik toch een deur plaatsen. Nou, laten we maar doen dan. Maar dit zijn wel echt van die... Echt van die huisdeuren. Ik wil zo graag een deur... Met van die raampjes. Weet je, gewoon zo'n winkeldeurtje. Andersom, meneer. Of is het ook een nepdeur?
Kan ook nog. Hier mooie zwarte... zwarte omlijning, dacht ik. Maar... oké, okay, ik kan het allemaal aanpassen, joh. Carbon fiber deur. Lekker. Industrieel. Wat verander ik nu? Die. Maar als we die nou gewoon weer groen doen. Oh, wauw. Dit is nou wit. En als we dat nou roze doen. Als we dat nou donkergroen doen. Donkergroen doen. Donkergroen. Hey, Ghost 1161. Hallo. That's not my name. Dat is niet wit. Ach, nou, vandaag is het wel wit. Hoppa. Nice. Dat is de winkel voor nu. Weinig spullen voor een winkel. Ja, dat vind ik zelf ook wel, ja. Sander is Spooky 1611. Dan ben jij Ghost 1161. Sure. Jouw naam is Robin en niet Sander. Echt. Dat klopt. Laten we nog even gaan dominoen. Complete the domino chain and watch it fall. Zolang er geen vogel aankomt, dan vind ik het goed. De domino mus. Can you help me out? Ik heb allemaal domino's in mijn kamer staan. Nou. Ik moet hem gewoon simpelweg fixen. Ja. Yeah. Got it. Maybe under the couch. The shelves. Where should... ja. Yeah. Ik moet op zoek naar de domino's om ze vervolgens te fixen. Nou, dat kan ik denk ik wel. Kijk hier. Zoek alle domino's. Ik ben me zo bang dat ik iets omstoot. Jouw naam is gewoon Robin. Eigenlijk moeten we als kijkers nu wel even 100 sub hype train doen om Sander gek te laten worden terwijl Robin streamt. Haha. Ja, ik zeg doen. Ik zeg doen. Asteroid shot. Hello, you okay? I am. Thank you for asking. How are you? You are very cool. Oh, thank you. Thank you. Mart zegt omgooien. En King zegt op TikTok. Lege dingen opvullen. Achter de plant. Onder de linkerkastje. Ja. Ik zie het. Maar ik vermaak me wel. Ik ben gewoon lekker zelf ook een beetje aan het koekeloeren. Hoe en wat. Onder de bank, op de bank. Onder het bureau hier. Kijk. Oh. Even het daar neerzetten. Daar. Daar. Of het dono goal halen. Ja, dat zou echt amazing zijn. Dat is wel... a big thing. Dan is Sander zijn hartje ook weer rustig. Die van mij ook. Kunnen we samen goede content maken. Dat zou echt amazing zijn. Kan je een beetje inzoomen? Ja, dat kan ik. Maar ga ik het ook doen? Oh. Kijk, hier ligt nog. Liggen er twee. Daar ook. Oh. Zo goed? Kijk eens. Nou kan ik niet meer uitzoomen. Amazing. Moet ik helemaal zelf op zoek naar het gaatje waar die nog past. Daar. Klinkt wel een beetje gek. Maartje. Oh nee, Martijn. Sorry, ik lees dat altijd andersom. Martijn,
Dankjewel voor de resub. Met hey hey. Alleen jij vandaag, Robin? Alleen ik vandaag. Sander heeft een dagje vrij. Sander moet even uitrusten. Die heeft een beetje veel aan zijn hoofd. Probeer een nieuwe lens te halen voor de camera, zodat we goede content kunnen maken voor de Elgato review. Maar ja, cameralensjes zijn nogal prijzig. Dus die is even aan het uitrusten. Klaar toch? Ik ben nog helemaal niet klaar. Verdikke me. Ik ben druk op zoek naar de Domino Stones. Nog één. Ja. Maar ja. Zullen we in de kastjes kijken? Mag niet. Mag niet in de kastjes kijken. Jammer. Dat is een power outlet. Nice. Kom op, jongens. Waar is de laatste? Are we blind? Zit hij hierin? Niet gluren in andermans huizen, hè, stoute Robin. Nou. Ik word hier letterlijk voor betaald. Achter de radio? Onder de bank. Och, verhip. Je hebt gelijk ook nog. Dankjewel. Red de katet. Oh, dun, 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 dun. Nou, is dit niet mooi, jongens? Kunnen we hier niet even lekker van genieten met z'n allen? Tududu. Er lagen 3 onder de bank. Wow. Ja, je moet ze toch ergens kwijt, hè? Hij failed. Onder de couch in de... Onder de couch in de shelves. Got it. Ik heb gefaald. Oh, daar was nog een gat, jongens. Jeetje, Mina. Hadden jullie dat niet even kunnen zeggen? Grapje, hoor. Of komt het omdat ik ze dan verkeerd omplaats? Moet ik ze allemaal... Is dat een ding? Je weet nu waar ze zijn. Nou ja, to be honest ben ik het ook gewoon weer vergeten. Maar nee, oké. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Hier ligt er één. Oh, frimpel. Kijk, dat moeten we dus niet hebben. Dan ligt er hier één. Dan ligt er hier één. Dan ligt er... Waar lag er ook alweer nog meer? Hier onder de... Holy smokerinho. FF mijn deel. FF mijn deel. Dankjewel Martijn voor de support. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Echt waar. Wordt echt heel erg gewaardeerd. FF mijn deel. Zij schrikt, ja. Weet je hoe hard dat geluid voor mij is? Als je ineens keiharde kabonk-bonk muziek hoort. Ik denk dat er echt nog wel veel meer gaten waren trouwens. Die ik allemaal niet heb opgevuld. Was niet de bedoeling. Is niet erg. Is niet erg. Als het voor zo'n cause is, dan schrik ik graag mijn hart eruit. Wordt echt gewaardeerd. Thank you very much. Kijk. Heb ik hem nu dan? Verder alles goed met jou, Robin? Ja, ik ben bij Sander. Dus dan gaat het altijd goed bij mij. Dan gaat het altijd goed. Hoe gaat het met jou? Hebben we... Kijk, dat vind ik wel verdacht. Daar hebben we nog een gat. Nog één missing.
Ja, nou, ik denk nog twee, to be honest. Want anders dan heb ik straks weer die failure dat hij ineens niet kplonk plonk doet. Witte plank. Therapie gehad vandaag, dus op zich prima. Ging het een beetje oké? Witte plank, witte plank. Oh, nice, lekker. Misschien in de witte kastla. Oh, die mogen wel open en die andere mogen niet open. Sneaky. Ach, verrimpel. Kijk, er zitten gewoon twee. Ik dacht dat we er twee misten. Ik denk eigenlijk, to be honest, dat we nog wel meer missen, maar... Wat was dat hem? Dat was hem. Ik kreeg een hele de big woosh woosh. Probeer het gewoon nog een keer. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we bijna. Ik dacht, ik ga even leuke... Ik weet namelijk niet zo goed hoe dit allemaal werkt hier. Ik ga gewoon even op leuke dingen drukken. Op de Stream Deck. Hier. Even kijken. Zijn jullie er klaar voor? Get ready. Stuk. Daar gaan we. Eindigt opeens de stream. Nee, ik weet nog wel een beetje hoe alles moet, oké? Ik ben niet helemaal incapabel. Maar ja, doet hij het ook? Doet hij het? Doet hij het of doet hij het niet? Oeh. Spannend. Dit zou hem toch wel gewoon moeten zijn. Geef me geld voor Domino. Oeh. Tromgeroffel. Heb ik ook een tromgeroffel? Nee, ik denk het niet. Ik heb geen tromgeroffel. Ik heb wel... Nice. Heel nice. That was amazing. Thank you so much for your help. I could have done it without you. It was nothing really. I had a blast doing it. Seeing all those dominoes fall was so satisfying. It really was. I'm so glad you were here to help me set it all up. Next time we should make it even a bigger setup. Damn. Count me in. I'm already thinking of some cool patterns we could try. Just let me know when. And I'm there. You're the best. Thanks again. I know. Ik zit helemaal in de knoop hier. Met vloerkleed. Zo. Rollen. Oké. Nou. Welke gaan we doen? Gaan we naar het bed of gaan we naar de pijpen? Dat klinkt heel raar. Maar gaan we plumbing doen? Of gaan we bedroom renovation doen? Zeg het maar. Maar eigenlijk zou jij het moeten opruimen en in een doos zetten als inrichter en opruimer. Nee, ik ruim niks op. Dat doe ik niet aan. Wat willen jullie graag zien? Willen jullie mij zien loodgieteren? Of willen jullie mij kamer, bedroom zien doen? Loodgieteren? Dan gaan we lekker loodgieteren. Wie is de commentator? Ik. Hij doet het niet. Gieter. Robin in een Mario film. Oh god, Mike die zegt allemaal dingen. Mike Shinoda praat tegen mij. Ah, for fuck's sake. I'm so sorry, ik kan je morgen of zo je punten wel teruggeven. I have a problem with pipes here. The previous plumber didn't finish his job, so they called me out. I know you're not a plumber. I'll do all the connections myself, but I need help in arranging the pipes. Friend said you have a vision of how to place things in a room. Haha. Maybe you can take a look. Tegenwoordig is het geen lood meer. Oh ja, nee, oké. Is goed, alleen gieter. Um,
Oh, I don't think I'm qualified for this job. Oh, don't worry, just take a look. You're a smart guy. I bet you can figure it out. Oké, nou ja, hij heeft mij een beetje offended nu. Nou, gaan we even lekker puzzelen. Gaan we nou misgenderen? Ja, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Kijk. Hohoho. Red de katet. Oké. Vervelend dit. Ik weet in ieder geval dat hier een kleintje moet, want anders dan past het niet. Ja, kiekes. Die gaat ook ergens naartoe. Waar moet alles aan verbonden zitten überhaupt? Dat is ook wel weer. Dit gaat helemaal raar. Ik doe wel free placing. Misschien dat hij dat kan accepteren. Alles moet verbonden zijn aan elkaar. Sure, mate. Nee, dat gaat niet helemaal lekker, hè? Ik kan het wel even zo doen. Hij mag daar niet aan. Sorry, maar ik snap hier echt de ballen van. Want deze movements hiervan gaat echt 500 keer nergens over. Hup. Vast. Bro. Hoe? Hoe willen ze precies dat ik dit ga doen? Moet ik gewoon alles aanzetten of zo? I don't get it. I don't get it. Ik snap het niet. Maar oké. Huppa. Zit ook vast. Sure. Waarom is dit allemaal zo onlogisch? Die movements en zo, weet je. Ik vind het allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar ik kan daar niet zoveel mee. Skip? Kan hem ook skippen. Nee, dat is hem net niet, hè? Dat is hem net niet. Wat nou als we daar een mini plaatsen. Dan halen we die big boy hier even weg. Doen we die daarop? Of niet? Sure. Dan is die ook verbonden. En dan moeten we deze nog verbinden met elkaar. Wat in principe zou kunnen. Als ik ik kan die dingen echt niet normaal plaatsen, hoor. En ik snap niet waarom. Ga daar gewoon even aan vast, man. Kom op. Hup en snap. Hoe moet ik dit doen? Oh. Staat gewoon echt heel groot in beeld. You can switch pipe sides using objects options power. Whoopsie daisy. I didn't know, but I did it. I did it.
Wow, you did it, zegt hij. Ha, I'm surprised as well, haha. Thank you very much. Graag gedaan, Mike. Nou, dan gaan we nu nog even een bedroompje renoveren. Hey there, remember how you helped me with the kitchen layout? That turned out great. My husband and I decided it's time to renovate the bedroom now. Can you lend a hand? Sure, I'd be happy to. What do you have a color in mind? Your last assistance really made a difference. Regarding the color, we're thinking of light gray. We already bought a paint for you to use. Got it. Let's make your bedroom as great as your kitchen turned out. Okay. Nou, dan doen we de muur met pik, materiaal, paint, terug, grijs. Grijs? Oh, dan moet ik dat voor elke muur doen. Hè? Dat vind ik wel even een dingetje. Dat laat ik dat anders gewoon eerst voor elke muur doen. Nee, oké, dan niet. Dat is ook goed. Paint. Terug. Ho. Paint. Waarom zegt hij dat ik nu op twee muren grijs heb gebruikt? Terwijl ik toch overduidelijk op meer dan. Oh, nu op vier. Die mensen die kunnen wel goed tellen, hè? Change material. Paint. Terug. Pik. Grijs. Oh. Dan moet ik weer. Goedenavond, Jamie. Wie gaat's? Rettekatet. Och, kijk eens. Ah, joh, hey, man. Return. Nu moeten we dingen plaatsen. Maar ja. Wat is wijsheid? Eigenlijk zou je het bed niet meteen voor de deur moeten plaatsen. Dat is gewoon niet goed. Want dan was ik gewoon het bed. Ja, ik weet niet. Heb ik ook. Ja, oké, ik heb twee bedstands. Nou ja. Plaatsen we die gewoon daar. Staat het bed net niet in het midden natuurlijk. Oh. Echt jongen. Ik ken het daarmee. En dan voor some reason, omdat die kastjes er staan, past die er niet tussen. Dat is toch raar. Nou ja, weet je. Het is toch niet mijn slaapkamer. Nee, oké, ik vind het wel vervelend. Hoi, bent u een man of een vrouw? Wordt aan mij gevraagd. Ik ben een vrouw. Oh, shock, I know. Plaatsen we hier een mooi bureautje. Die hoofd door de muur heen gaat. Oké, spider table. Waar is de deur? Daar is de deur. Ik vind het wel relaxte muziek. Ik heb de muziek, het volume heb ik even aangepast. Dus misschien dat jullie het nu wel kunnen horen. Spider table. Oké, nice. Waarom heb ik zo'n dikke armchair? Het lijkt op uw kamer.
Nee, we horen geen muziek. Ach, nou ja. Hindert niks. Maakt niet uit. Spider bed. Spider bed. Nice. Oké, ik denk niet per se dat dit de juiste layout is. Ik denk dat het beste is om die... Ik heb hier... Waarom heb ik zo vreselijk veel spul? Oké, ik heb hier een stoel. Hoppa. Stoel. Ik heb hier nog een stoel. Hoppa. Mijn laptopje. Kan allemaal gerocheld worden. Plantje. Die komt op de dresser. Hou daarmee op, stom bureau. Hoppa. Nadeel is wel, die plant heeft officieel meer licht nodig. Maar, hè, oh, ik ben ineens met mijn muis buiten de game. Dingen aan het beklikken. Och, nee hè. Weer die verrekte gordijnen. Dan moet ik alles hier weer aan de kant halen. Puur omdat anders die gordijnen zo raar aan de muur gaan zitten. Kom op. Kom op. Je kunt dit. Nice. I did it. Ik krijg dat rotting gewoon niet aan de muur. Maar waarom? Ik ben helemaal de weg kwijt van dat stomme ding. Ga aan die muur. Kom op. Hij wil niet. Ja, ja. Oh nee. Doe nou, jongen. Ik snap het niet. Even. Ja, anders plaats ik hem gewoon aan de buitenkant, hoor. Oh nee, telt niet. Kom hier. Oké. Jongens. Help. Free placing. Hup. Nou, niet ineens weer de Spider-Man gaan uithangen, jongens. Daar heb ik... Nou, wat is dit nou weer? Waarom is dit zo wonk? Hoe? We komen ergens. Dus. Ze verwachten dat ik for some reason... Goedenavond, Thomas. Hoe is het nu met Sander? Sander maakt het oké. Ik plaats gewoon aan de buitenkant. Sander is oververmoeid
Gewoon a lot of stress. But he's okay. Hij heeft even een avondje vrij. Ik val even voor hem in. Ik hoop dat dat oké is. Ik had die hele kamer al leeg in je mood eigenlijk, to be honest. Maar we gaan gewoon door, want ik verdien er geld mee. Als het goed is. Deze mevrouw die betaalde me zo net voor de keuken nog wel redelijk wat, dus dat is wel oké. En natuurlijk met jou en mij gaat het goed. Maar gelukkig maakte mij behoorlijke zorgen. Ja, anders ik wel. Maar al is oké. Al is oké. Of nou ja, ja, voor zover je het oké kan noemen natuurlijk. Gewoon veel stress. Wat zijn dit voor pillows, joh? Hey. Spiderpillows. Nou echt, zoek het lekker uit met je pillow. Kunst. Kijk, voilà. Stress is kut. Ja, stress is heel kut. Dat is echt wel een van de kutste dingen, denk ik. Eens heb ik een boot in mijn hand. Sure. Hier. Boot. Echt, I can't hiermee. Ja, stress kan van alles veroorzaken. Ja, zeg dat wel. Hier, lamp. Lamp. Gewoon overal lampen plaatsen. Hier, lamp. Die mevrouw die wil zo vreselijk veel lampen. Like, why? Hoppa. En dan moet ik ook nog zo'n mokergrote ding kwijt. Is ook mede oorzaak dat ik 2 weken ziek thuis ben. Ja, je kan er echt flink beroerd van worden. Dat moet je goed voor uitkijken. Goed rusten whenever and wherever you can. Mag weer niet uitzoomen. De hele schilderij. Ineens Lord of the Rings schilderij. Niet verkeerd. Morgen weer werken, ben ik klaar met thuis. Ja, heb je nou, ben je nou echt 2 weken ziek geweest dan? Of 2 weken thuis? God, zit ik nou weer in de knoei met dat... Hier. Doos. Boekjes. Boek. Ineens heb ik een shirt in mijn hand. Spidershirt. Ik moet ook echt superveel boeken. 2 weken thuis en nog 2 dagen extra rust gepakt. Nou ja, ik ben blij dat je je weer wat beter voelt in ieder geval. Kun je weer lekker knallen op werk. Ja, ik zet die boeken er ook gewoon niet mooi in hoor. Ja, dit past niet eens. Hier. Waarom heb je van die mokergrote boeken die niet eens in een kast passen? Eigenlijk zou ik ze allemaal heel netjes neer moeten zetten en zo. Maar hebben we daar zin in? Eigenlijk niet. Zou ik er extra voor betaald krijgen als het goed allemaal staat? Waarschijnlijk niet. Dus waar doe ik het voor? Helemaal voor niks. Gratis. Hier, shirtje. 2 dezelfde shirts. Nog 1. Past die er ook in? Nice. En nog 1. Rettekatet. Knallen niet hoor. Take it easy. Laat me niet opfokken op werk. Nee, dat snap ik ook alweer. Moet je ook niet doen. Nou ja, ik kan wel makkelijk praten. Ik bedoel, ik doe dat elke week. Maar, hè. Oké, okay, thank you. Can't thank you enough. Our home is slowly becoming exactly what we envisioned. Nou, fantastico. Zal ik even nog even wat leuke meubeltjes verven en zo? Ga maar dicht. Doe maar. Ga maar dicht. Ga maar dicht. Ga maar dicht. Waarom kunnen we niet meer dicht? Ga maar dicht.
Ik, gewoon ik. Hup. Echt waar? Past er maar één laagje kleren in die la voordat hij niet meer dicht kan? Hoppa. Nou, la is geglitcht. Ik vind het goed. Ik ga nog even lekker meubeltjes verven. Wat voor kleuren gaan we voor vandaag? Grijs? Oh. Wel lekker grijs. Grijs met wit. Hoppa, grijs. Mooi lekker grijs. IKEA cast. Nou, dan zou die eigenlijk zwart moeten zijn. Ja, nou, hij komt wel in meerdere kleuren natuurlijk, maar... Oh, dat is wel heel zwart. Zwart met grijs. Wauw. Mooie zwarte stoel. Zwart, zwart, zwart. Met een iets donkerder grijze kleur. Kijk, dat matcht weer mooi. Die stoel. Kijk, weet je wat ik dan wel leuk vind? Was alles gewoon een beetje zwart en grijs. Ik vind dat dekbed overtrek trouwens oerlelijk. Dat wordt ook gewoon grijs. Kijk, ziet er meteen alweer een stuk beter uit, toch? Gewoon grijs. Lofgrijs. Die stoel rood of zo. Ja, precies. Als je alles gewoon een beetje grijs hebt en alles. En als je dan één element gewoon in kleur doet. Lof dat. Of groen. 50 Shades of Grey. Dat is ook een goeie. Gewoon alles grijs. Pik. Grijs. Pik. Grijs. Grijs. En als we nou deze stoel in het groen doen. Je hebt ook een groene plant. Groen met zwarte poten. Dan maken we deze wat donkerder grijs. Zwart. Wit. Zwart. Zwart. Gewoon zwart. Waar is de deur? Ja, volgens mij doen ze niet aan deuren in dit spel of zo. Ik weet niet wat het is. Ik wil de potten een andere kleur. Hoppa. En dan hebben we hier nog dezelfde plant. Daar doen we hetzelfde mee. Mooi. Matcht dat allemaal. Lampjes. Oh, kunnen we niet verven. De deur. Oh, hier is de deur. Moet de deur ook nog een andere kleur? Nee, dat mag niet. Mag de deur niet verven. Nou, dit is wel een leuk kamertje zo, hè? Ziet er wel schattig uit. Laten we quitten. Hoeveel geld krijgen we? Oh, ik heb 23.000 geld. Oeh, die kunnen we bijna kopen, zo'n groot appartement. Wat is dit? Dit is de shop. De small shop. Small apartment. Apartment. 20.000. A one bedroom apartment. Nothing fancy but a nice place to live. Wauw. Willen we verhuizen? Wat is dit? Autoservice. Een shared... Kijk, maar het ding is wel. Stel, ik ga verhuizen. Hier naartoe. Dan heb ik nog maar 4.000 over om mijn hele huis in te richten. Oh, ik heb niet eens zoveel sterren ook trouwens. 45 sterren nodig. Dat is een small shop. Dat is ook een shop. Dit is een trailer. Ook leuk. A comfy but cheap home you can move... Dat is zo leuk, want ik woon zelf ook in een trailer. Laten we een trailer kopen. En weet je wat dan al helemaal leuk is? Om de trailer in te richten zoals mijn eigen huis. Maar dat kan niet, want dit is een hele andere layout. Zie ik al wel weer. Maar wat we allemaal eerst gaan doen is alles, maar dan ook echt... alles verkopen.
Gewoon alles. Cleanie, cleanie, cleanie. Zwevende doosjes op. Kijk hier, joh. Waarom zweeft hier van alles? Wow, zwevende wc-rollen stream. Alles zweeft. Ik weet niet. Alles heeft. Kan ik het niet gewoon allemaal selecteren? Oh, drama. Woon je dan ook met meerdere trailers bij elkaar? Nee, ik woon op een erf van een boerderij van mijn baas. In een redelijk grote trailer. 30 vierkante meter. Ik woon niet op zo'n trailerkamp of zo. Zo'n hooligan. Maar hoe? Ten eerste, waar is de deur? Waarom heb ik nooit een deur in deze dingen? Gefeliciteerd, Martje, met je winst. Goed gedaan. Room. Windows, fireplace, door. Ik plaats wel gewoon even een leuk deurtje. Daar is de deur. Je moet via het dak erin. Nou, bijna wel, ja. But that's okay. Dat kan ik. Ik ben een professionele dakklimmer. Die moet even wat minder. Ik snap ook niet waarom je dat elke keer automatisch terugzet. Dat is een beetje irritant. Kan ik ramen ook verplaatsen? Nee, kan nog steeds niet. Dat was er gisteren nog met Sander aan de hand. Sander die is gewoon oververmoeid. Heeft veel stress aan zijn hoofd wat betreft de gewoon deadlines. Goede content willen leveren voor de Elgato review. Waar we een nieuwe cameralens voor nodig hebben. Maar niet het geld ervoor hebben. Dus het is gewoon een beetje tweestrijd. Was hij nog wel bij? Ja, het was een soort half slapen, half niet aanwezig zijn. Want ik kreeg hem gewoon nergens wakker van. Of nergens wakker mee. Dus het was een beetje, ja, een beetje dubbel. Wat er gaande was. Blackout-achtig. Ja, I guess so. Dat je het zo kan noemen, ja. Hoppa. Bureautje. Wil je zo'n staande desk? Dat is ook wel gangster. Zo een. Bam. Heftig. But he's okay. Hij neemt vandaag even een dagje rust. Vandaar dat ik hier aanwezig ben. En jullie probeert te entertainen met mijn furniture master. Ja, ik hoef er geen game chair bij, want game chairs zijn overrated en alleen maar slecht voor je rug. Dus ik plaats gewoon een normale stoel. Zo ben ik dan ook wel weer. Hier bedjes en plantjes, dingetjes. Love it. Banken. Hoe moet ik dit ooit in vredesnaam inrichten? Is het wel slim wat ik doe? Ach, zien we dan wel weer, hè? Zien we dan wel weer. Dikke. Boy, joh, dat lijkt wel op Sander's stream-pc. Hoppa, dikke stream-pc. Kijk, dikke mousepad, is ook wel handig. Ik ben rechtshandig, dus hij moet wel aan de rechterkant. Waarom gaat dit allemaal zo raar? Waarom gaat het allemaal zo raar? Zo. Een mooi beeldschermpje is ook wel handig. Monitor kost niks. Rechter shift. Ja, jij zegt het, hè? Dat is wel the way to go.
dikke gamemuis op de mousepad. Hebben we ook toetsenbordje dan? Keyboard 200, 200, 200. Dat is wel een dikke game keyboard. Die ziet er wel ziek uit. Ach, alles staat een beetje scheef. Ik ben ook een beetje scheef. Hier, dikke HDD. Ongekend. Nou, doe er maar meteen bij dan. Dikke mousepads. Nou, dat is USB'tjes, een webcam. Dat is niet per se wat ik nu allemaal nodig heb. Maar leuk om over na te denken. En als ik nou gewoon casual een bankie... Gewoon een klein bankie. Ik ben maar in mijn eentje. Of met z'n tweeën, als Sander bij mij is natuurlijk. Zullen we nou gewoon zoiets doen? Want dat is wel een schattig bankie. Daar kun je wel lekker op zitten. Hoppa. Bank. En dan een kastje. Een hoe heet dat? Gewoon een tv-meubel. Moeilijk, hoe heet dat? Even helemaal naar boven. Hier heb je wat plankies, wat IKEA-kastjes. Cabinet. Zoiets. Sure. Oh. Oké. Nou, die bank die komt ook half uit de muur, dus laat maar gewoon gaan, joh. Maakt niet uit. Doen we gewoon een mooi tv'tje. Chique 200. Oh ja, ik kan hem natuurlijk ook... Nee, hij past niet aan de muur. Laat maar. Echt, jongen, die moet gewoon uit. Die moet ook uit. Alles moet gewoon uit. Ik mag het niet normaal plaatsen. En dat vind ik een beetje frustrerend. Hier, tv door de muur. Stuk. Holy smokes. Ach, nou ja, weet je. Ze doen het er maar mee. Het is mijn eigen huis trouwens ook, dus. furniture alsnog. En dan naar table. Dan naar koffietable. Wall table. Table. Table, table, table. Table, table, table. Koffietable. Dat is een schattig tafeltje. Dat is een schattig tafeltje. Waarom zijn die zo... Waarom zijn dat van die big boys? Prima. Table. Let's go. En dan doen we een mooi bedje. Hier, mooi bedje. Wat we nou kunnen doen met dit bed is... Niet zoveel. Ja, we kunnen erin slapen. Ik ga de deur verplaatsen. Dat is wat ik ga doen. Je komt gewoon... Vanaf nu. Hier binnen. Voor.
Sure. Sure, sure, sure. En dan heb je gewoon een lekkere, smalle slaapkamer. Heb ik nu ook, to be honest. Niks mis mee. Ik vind dat wel chill. En dan kun je gewoon daar een kast of zo voor zetten. Ik zag ergens, ik weet niet meer waar ik dat zag. Zag ik dat bij decoratie? Van die, ja kijk, van die foldable screens. Zo een. Kan ik er alleen niet meer langs lopen? Nee, dan kan ik het beter gewoon met kasten doen. Laat ik het gewoon maar met kasten doen. Dan moet ik weer naar furniture. Dan moet ik naar kasten. Dan moet ik naar... Kijk, zoiets. Een dikke boekenkast. Een dikke boekenkast. Heb je in ieder geval wat privacy. Als je dan aan de achterkant gewoon... Maar dat valt natuurlijk ook gewoon onder een kast. Zo'n klerenkast, zeg maar. Is het daar nou gewoon... Of ik plaats daar gewoon dezelfde. Dat is natuurlijk ook gewoon een optie. Laat ik gewoon twee dezelfde kasten plaatsen. Tegen elkaar aan. Ho, ho. Oké, dat is wel redelijk oké geplaatst. En dan heb je bij tables. Heb je mooie... Kijk, heb je zo'n mooie bedside table. Oké, laten we dat niet doen. Dan maar gewoon een nachtkastje die een beetje ver van de muur af staat. Oké, leuk, schattig, schattig nachtkastje. En, jullie raden het natuurlijk al. Wat komt er in de hoek? Een dikke vette palmboom. Nou, die komt al alleen half uit mijn huis. Dat is wel even een dingetje. Dat gaat niet helemaal passen, denk ik. Ik ga gewoon zo. Dikke plantenbak. Nou ja, dan maar deze. Dan staat die mooi zo. Woep. Ja, amazing. Nou ja, mijn kastje die staat lekker scheef. Mijn tv die staat lekker scheef. Alles staat gewoon lekker scheef. En that's okay. En dat ga ik de volgende keer... Oh, even uitrekken. Dat ga ik volgende keer weer lekker verder fixen. Lekker bezig met mijn huisje. De andere keer. Als er een andere keer komt. Kan allemaal. Ik vond het een leuke stream. Ik heb lekker wat huisjes gefixt. Ik heb wat van mijn eigen spullen gedaan. Ik heb wel gechilled. Rare meubels die meewerken. Ik vind het wel een grappig spelletje. Maar de movements en zo van dingen, dat is niet helemaal optimaal. Maar we did it. Ik vond het leuk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de support. Martijn, Martje, überhaupt voor de resubs, voor de donaties. De donaties die helpen enorm. Echt, dat wordt echt heel erg gewaardeerd. Martje zegt de groente aan Sander. Nou, ik zal Sander de groentes geven. Nee, komt goed. Jullie worden allemaal gewaardeerd, jongens. Jullie hebben het weer leuk gemaakt vandaag. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Als ik met Sander meedoe met een livestream. Als ik in de chat ben. Als ik waar dan ook ben. Ik ben er wel weer. Jullie zien me wel weer verschijnen. Zoals regelmatig.
Ik hoop dat jullie een fijne avond hebben. Ik hoop dat jullie straks lekker kunnen slapen. Dat jullie morgen weer een leuke dag hebben op werk, op school. Dat jullie vakantie hebben of weekend. Het kan alle kanten op gaan natuurlijk. En ik wil jullie bedanken. En graag tot de volgende keer. Doe rustig aan allemaal. Ongeluk zit in een klein hoekje. Wees veilig. Bye bye. Bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je van. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? Hij klopt heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get out! Oh, 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 oh. The animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik de... Oh! Oh! Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer kanten? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je het doorziet. What the hell? Daar gebeurt er niet aan mijn scherm. What the hell? Pak de Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Huh? Wat? Wat doe ik? Waar ben ik? Ah! Wat? Huh? Wat? Wat doe ik? Oké! Okay. Nee! Ja, Rijnbouw! Het is een snelle! Het is een oh. Oh shit! Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Dit is het opgestoord. Lol! Ik heb hem gedownd met mijn flare gun! Relax, jongen. Oh! Kom maar, folks, hé! Nee! What? Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.